Nu het winterweer echt is aangebroken, is gladheid een grote angst voor veel mensen. Niet alle straten van Nijmegen worden met zout bestrooid. En nadat de gemeente Nijmegen dit jaar besloot om op stroozout te gaan bezuinigen, neemt het aantal straten op de strooiroutine van de dar nog eens af met 101. Veel ouderen geven aan de deur niet meer uit te durven. Vooral in de steile straten rondom de Waalkade is gladheid een groot probleem. Bewoner Wil van Reken vertelt hoeveel last ze heeft van het ijs op de weg voor haar huis. Normaal ga ik iedere dag wel naar buiten, maar nou niet, dat gaat niet. Ik kan met de, roller, met de scootermobiel er niet uit, dat zie je zelf, te glad en alles, durf ik niet. Ja. Dus schandalig vind ik het, anders zou een komen, die zijn er ook niet. Hier wordt helemaal niks gedaan. Ja, ik niet alleen hoor, hier meer oudere mensen. Ik uh, hier op, uh, even kijken, op 43 wonen twee oude mensen lopen met een rollator. Kunnen er niet uit, verderop woont ook een vrouw met een relater. Dus uh, die zet er binnen. Het plaatsen van gele zoutbakken zou de oplossing moeten zijn voor inwoners van de straten die dit jaar overgeslagen worden. Maar die zoutbakken ontbreken op veel plekken. Bewoners moeten de bakken zelf aanvragen, maar weten dat vaak niet. Na vragen van het CDA Nijmegen is door de gemeente beloofd dat de dar speciaal langskomt bij straten waar veel klachten zijn. Bewoners zijn hierover via social media ingelicht. Terwijl bewoners die last hebben van de gladde straten vaak geen gebruik maken van social media.